In de jachthaven van Wessem is woonsgovende een man verdronken. De man, een 67-jarige man uit Duitsland, kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht bij de jachthaven in Wessem. Rond 6:30 s'avonds kregen de hulpdiensten melding dat een man te water was geraakt. En ze gingen meteen massaal ter plaatse. Al snel wist de brandweermensen de drenkeling aan de kant te krijgen. Een poging om de man te reanimeren was echter vergeefs. De brandweer heeft onder andere met een boot de persoon uit het water gehaald. Is onmiddellijk met reanimatie gestart. En daarop heeft de ambulance de reanimatie overgenomen. Oké, en is er bekend hoe de persoon er aan toe is op dit moment? Ja, na een x-tijd is de ambulance dienst gestopt met reanimeren, omdat het geen zin meer had. En wat gaat er nu verder gebeuren? De politie is een onderzoek gestart over het wat en hoe. De politie denkt dat de man onwel is geworden en daardoor van zijn boot is afgevallen. Er is ter plaatse wel nog een onderzoek ingesteld naar de dood van de man.